ADO Den Haag gaat bij de gemeente de rekening neerleggen voor het natte veld van de club. De grasmat is niet in orde, hij voert regenwater niet goed af. Den Haag kan een schadeclaim verwachten van 100.000 tot 200.000 euro. Dat zegt algemeen directeur Piet Jansen in een interview met Omroep West. De club huurt het stadion van de gemeente en houdt Den Haag daarom verantwoordelijk. In een woning aan het Oranjeplein in Maasdijk in Westland heeft zondagochtend rond 6:15 brand gewoed. De hoogbejaarde bewoonster van het appartement is door de brandweer uit het huis gered, maar overleed in het ziekenhuis. Haar buren hadden de rookmelder horen afgaan. De buurman kon zijn buurvrouw door de hitte en de rook zelf niet meer redden. De eerste Den Haag Vredesmarathon is zondag gelopen. Een kleine 1000 mensen liepen mee. Er was ook een ultramarathon van 68 kilometer. Rotterdammer Patrick Quist won de reguliere marathon van 42 kilometer. Hij liep hem in 2 uur en 37 minuten. Het Peace One Day Concert in de tuin van het Vredespaleis heeft zaterdag honderden mensen getrokken. De Haagse band Kane opende het concert. Burgemeester Josias van Aartsen sprak de menigte toe en herhaalde de woorden van secretaris-generaal Ban Ki-moon. Stop fighting, start talking.